Hoi, dit is videoblogje nummer 385, live vanuit mijn hotelkamer in Canberra. Ik ben hier na een roadtrip van 3 à 4 uur vanaf Sydney net aangekomen. De afgelopen dagen, de exhibitions in Sydney waren een succes. Ik kreeg woensdag meteen een 5-setter voor me kiezen tegen Pilly. En gisteravond ook nog één tegen Dave. David Palmer. Ik heb verder geen oog dicht gedaan. Ik denk dat ik 3,5 uur geslapen heb. Maar dat komt natuurlijk door die jetlag. Maar goed, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Dus ik ben hier in ieder geval op tijd aangekomen. Ik heb nu 3 dagen om me voor te bereiden voor mijn eerste ronde. Dus dat ga ik ook lekker in alle rust doen. Dus ik heb er nog steeds zin in.